kom maar, deze kant op. Het is voor de vrachtwagen achter mij een beetje passen, meten, steken, achteruit rijden. De leden van de Vrijstraat Volkeren uit Friesland die komen de melkbussen terugbrengen. Het plotseling verdwijnen van Quibus en Kobus zo vlak voor de kerst zorgde voor veel onrust in Wouw en omgeving. Er zijn echt mensen die gebeld hebben van ze zijn er niet meer. Waar zijn ze? We missen ze. We missen ze echt. We hebben het net over gehad. Het is echt een uniek markeringspunt. En dus ja, de mensen hebben het echt gemist, dat klopt. Oh, maar er even onder ons, dat gaat stuwen. Inmiddels weten we dat de Friese roversbende Vrijstaat Volkeren de bus had geleend voor een nieuwjaarsstunt. Wat hebben ze eigenlijk in Friesland staan doen? Wij hebben er daar tentoongesteld, omdat de boeren in Friesland het moeilijk hebben momenteel. Het lenen van Quibus en Kobus, allebei 2000 kilo per stuk, gebeurde uiteraard met instemming van Wouw Promotie, de eigenaar van de bussen. Ja, wij zijn wel blij dat ze weer terug zijn en heel. Dat is wel belangrijk. Ja. Het is tenslotte, ja, je kunt ze niet zomaar even opnieuw maken, dat gaat niet. Dus als daar weer op zijn plek staan, dan zijn we met z'n allen toch wel opgelucht. Maanden voor de stunt kwamen de Friese de bussen op het spoor toen ze toevallig voorbij reden. Nou, we reden hier geregeld langs en dan zie je wat. En we hebben een heel jaar de ogen open. En dan kunnen we zien, kunnen we daar wat mee doen. We kwamen er langs. Na gesleep door de zuigende modder kreeg Quibus al snel gezelschap van maatje Kobus. De hulp uit het zuiden beloonde de Friese met een flinke borrel. Friese Berenburg. Ja. Als dank voor? Voor de medewerking en voor het lenen van de bus. Ja. Proost voor Brabant, ofwel op zijn Fries, tjoch.